Eethuis De Lint, de eerste reactie. Ja, het klinkt een beetje, het is flabbergasted voor de wat ouderen. Totaal verbaasd over het feit dat dit ons mag gebeuren. Vorig jaar nummer 3, dat was al een topprestatie. En ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren. Niet gedacht of niet durven denken? Gewoon niet durven denken. Wij hadden wel gedacht, of we wisten dat we in de top 5 stonden, maar nummer 1 is echt wauw. Wauw. Ja. Nu zei de jury al van, nou ja, vorig jaar toen jullie derde waren, nog zo'n jaar en ze stoten definitief door. Dus waarschijnlijk zag het gewoon aankomen, deze winst. Ik denk dat het jaar zijn eigen bewezen heeft. Wij wisten wel vorig jaar nummer 3 van en de jury zei nog zo'n jaar, wat je net zegt. Toen hadden wij wel zoiets van oké, dus we moeten nog meer blijven ontwikkelen, nog meer bezig zijn. Ja, dat hebben we op zich redelijk gedaan. We zijn met een nieuwe speelhoek aan de gang, nieuwe producten, proberen de trend bij te blijven. Ja, eigenlijk alles wat een cafetaria ondernemer wil doen, gewoon de voorloper blijven. En dat is ons denk ik gelukt. Hebben jullie ook echt een beter jaar gehad dan vorig jaar? Ja, dan weet Mark iets beter te vertellen qua cijfers. Wel. Maar qua drukte kan ik zeker zeggen dat wij het veel drukker hebben gehad als voorgaande jaren. Zeker weten, ja. En nu zijn jullie de winnaar van de cafetaria Top 100. Op basis waarvan denken jullie dat jullie gewonnen hebben? Nou, Erik van Muiswinkel zei het net heel leuk. Die vroeg aan iedereen welk product. Wat is nou een hardloper? Wat is nou het product waar de mensen voor komen? En bij mij aan tafel vroeg iedereen al, want wat gaan jullie dadelijk zeggen? En toen zei één iemand bij mij aan tafel, ik denk dat het de afwasser zelfs werd, die zegt, ja maar het is toch gewoon de friet? En toen dacht ik van ja, dat is de basis en de essentie zit hem in een goede frietje weg durven te zetten. Verse friet. Verse friet, zelf voorbakken en gewoon het beste frietje durven kopen. En dan komt de rest vanzelf. Verse zelfgebakken friet, maar dat hebben meer cafetaria's. Wat maakt die van jullie nou zo bijzonder? Ja, weet je, wij hebben een afhaal, we hebben een zitgedeelte en wij serveren het anders als een ander, denk ik. En wij maken er iets moois van op het bord. Het is gewoon een feestje om te komen eten. En constante kwaliteit, altijd goede producten en vooral, ja, dus doelend op de friet. Ja, ik denk dat heel belangrijk is bij ons. In het juryrapport staat, Mark en Cindy begrijpen hoe de cafetaria van de toekomst eruit ziet. Nou, vertel. Ik denk, mensen willen niet te veel afrekenen om lekker uit eten te gaan. Om het uit eten gevoel te hebben. Wij merken dat vrijdag, zondag zijn onze absolute topdagen. Maar gezinnetjes, die komen het uit eten ervaren in een cafetaria. Dus de kleine die pakt een kinderbox met een frikandel, een kroketje of wat dan ook. Lekker ijsje na en zit lekker in de speelhoek. Maar papa en mama genieten van een varkenshaasje, een biefstukje, een sperripje. Allemaal uit eigen keuken. Allemaal vers bereid. En ik denk dat waarom zou je de keuze nog maken om naar een eetcafé te gaan? Als je voor een paar euro minder hetzelfde gevoel kan creëren in een cafetaria. En ik denk dat daar onze kwaliteit ligt. Ja, is die scheidslijn er nog? Je hebt het over sperrips, jullie hebben ook 15 soorten bier, las ik en zo. Is er nog wel een scheidslijn tussen een cafetaria, in jullie geval, en een eetcafé? Ik denk dat niet neerbuigend te zijn natuurlijk naar de chefkoks. Chefkoks die hebben een nog mooiere hand, daar komt nog mooier eten van handen. Daar zit nog meer aandacht in. En ik denk dat wij gewoon te blijven heel speciaal zijn. Dus een sperrip. Ja, dat kan iedereen maken, maar ik denk dat wij het gewoon altijd continu goede kwaliteit, vers van de slager, A-producten. En dan denk ik dat er zeker wel nog een scheidslijn is tussen eetcafés en cafetaria's. Alleen wij, ja, ik denk, schep je meer. We zijn toch wel laagdrempelig en zeker ook in de prijzen. We zijn, in Oostenrijk heb je heel veel horecagelegenheden en wij zijn toch echt wel laagdrempeliger als de rest van De Lint. Veel mensen op afkomen, gewoon onze straat. Ja. En gezinnen met kindjes, ik denk dat die als eerste bij ons binnenlopen. Je hebt het over Oosterwijk inderdaad, onder de rook van Tilburg. Daar komen nogal veel goede horecabedrijven vandaan. Als we de Café Top 100 zien, de Terras Top 100, nu jullie weer. Wat is het geheim van Oosterwijk? Geen idee, gewoon een hele mooie toeristische plaats. Hoogstaande kwaliteit, hoogstaande horeca, mooi terrasgedeelte. Dan spreek ik over heel Oosterwijk. Oosterwijk heeft vele horecatoppers binnen zich.
bruisend evenementenorganisatie. Dus veel evenementen op de Lint in Oosterwijk zelf. De Vennen, de Bossen. We liggen centraal in Brabant. Dus je ligt eigenlijk, je zegt onder de rook van Tilburg, maar eigenlijk lig je tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg in. Dus je bent voor steden een uitvalshoek. Dus ja, Oosterwijk is voor heel Brabant het middelpunt. En ik denk dat daar campings. En nu dus de allerbeste cafetaria van Nederland. Is die al een beetje ingezakt? Een beetje. Hij moet nog steeds doordringen, maar ik denk dat het morgen allemaal komt. Al enig idee hoe jullie het gaan uitdragen? Ik denk dat het uitdragen, dat we de rollen om moeten draaien, dat de mensen heel erg naar ons zullen komen, want die zijn benieuwd naar wat we doen. We hebben wel een hele goede kracht in dienst die ons marketingtechnisch en visueel heel goed communiceert naar buiten. Dus die had zijn op Facebook staan nu al meteen dat wij nummer 1 zijn in de mooie vormgegeven afbeelding. Dus we hebben er echt wel op ingespeeld dat we wellicht 1, 2, 3 of 4 zouden worden. Ja, dus ik denk dat wij de ballonnenboer moeten gaan bellen, want die kan vannacht gaan blazen. Ik denk, als ik de verhalen van vorige winnaars geloof, dat je ook vanavond even wat extra personeel mag gaan opdrommelen voor morgen, of niet? Nou, zou het zo zijn? Ik weet het niet. We laten het allemaal over ons heen komen. Ik hoop het wel. En dat gaan we denk ik ook wel doen dadelijk. Ik denk dat wij morgen in onze frisse werkkleding een leuke dag gaan krijgen. Maar nu eerst nog even een klein feestje. Ja, zeker. Klein. Dat gaan we nu doen.